was al vaker verliefd, ja tenminste dat dacht ik. Jij kwam voorbij en ik dacht wow, dat ik voor iemand als jij als een blok zo zou vallen. Dit is echt, het is geen droom. Liefde, is dit dan echte liefde? Liefde, ik wil je nooit meer kwijt. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering. Natuurlijk van Oost-West Thuisbest. Dit is niet zomaar een aflevering, maar een hele speciale aflevering. Omdat ik in deze aflevering laat zien eigenlijk wat we allemaal hebben aangeschaft voor de baby. Dus de box, de kinderkamer, de kinderwagen, de aankleding, alles krijgen jullie te zien. Dat was natuurlijk hartstikke leuk. Verder heb ik natuurlijk op de huishoudbeurs gestaan. En in deze aflevering zien jullie dag 2 op de huishoudbeurs met een meet and greet voor TLC. En ik dacht, het is misschien ook wel leuk om een klein kijkje achter de schermen te geven bij de opnames van mijn nieuwe reality serie. Kortom, allemaal hele leuke dingen. Ik heb vandaag mijn blauwe pak aan, zie je. Ik ga vandaag weer naar de huishoudbeurs. Ik sta er 2 dagen. Dus mama heeft ook een pak aan. Kijk, groen. Ja. Wij zijn vandaag in pak. Wij zijn vandaag in pak. Dus mama gaat ook mee naar de huishoudbeurs. Heb je trolley al klaarstaan, mam? Ik niet. Nou, ik was er gisteren. Ze lopen daar allemaal met trolleys rond, hè? Ja. Nou, wij gaan even eten. Michelle komt zo hierin en Spap. En de Spam gaat met mij mee naar de huishoudbeurs. En de Spap die gaat bij Mies mee naar de hondenkapper. Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Mies doet natuurlijk normaal zelf altijd de hondjes. Maar ja, aangezien ze nu nog maar 3 weekjes hoeft. Lukt dat eigenlijk niet meer. Dus, wij gaan zo rijden. Maar eerst even eten. Ik heb eigenlijk wel honger. Ja. Eten, gezellig, met heel de family. Ja, ik ga lekker zingen en de Spam gaat lekker shoppen. Allemaal de nieuwste trends voor de huishouden. Nieuwe wasmiddel en nieuwe afwasmiddel en nieuwe ramenzeemspullen en allemaal lekker voor de huishouden. Misschien kunnen we nog wel wat aftrakken, man. Ik kan proberen. Moet gewoon proberen. Moet gewoon zeggen, hallo, ik ben Nel. Ik ben Nel, die kennen het wel. Wat zijn ze lekker, wat zijn ze groot. Zo heb ik ze nog nooit gezien, zo zag ik ze nog nooit. Lukt het niet? Ja, we hebben hem. Nou, lachen. Even, je bent er moe van zeker, hè? Ja. Nou, hij is mooi. Ja, ik wil jou, ik wil jou. Maar dan mag de pret niet drukken. Hij gaat over je allerbeste vriend. Hij begint rustig aan en daarna gaan we tempo een klein beetje opvoeren. Zijn we er klaar voor? Ja? Alle maten, komt! Kom erbij.
Wat heerlijk is dit toch altijd met jou weer, hè? Het is altijd weer een feestje. Ja, doet jouw Mike het nog? Even checken. Nee, we gaan het gewoon even lekker. We gaan lepelen. Zo heet dat in vakterm. Ja. Mei, begin mei, half mei, dan ben ik weer terug op de buis. Ja. Vanaf mei, ja. Ja, wat voor de mensen die het niet weten, je hebt natuurlijk al een bonusdochter, heb je. Maar je gaat binnenkort vader worden. Wanneer staat het zo'n beetje gepland? Hoe lang gaat het nog doen? Vandaag, precies nog 3 weken. Dus heel spannend. Oh. Dus het kan ieder moment gaan gebeuren. Het kan zomaar zijn dat je nu een belletje krijgt in één keer. Ja. Begin mei, dus ja, we hebben er zin in. Leuk. Fantastisch. We kunnen de naam nog niet verklappen volgens mij, hè? Nee, jammer. Dames en heren, Roy is hier zo te zien bij TLC. Daar kun je een meet and greet met Roy hebben. Kun je lekker met hem uitgebreid ook op de foto gaan. Dus je bent hier nog eventjes, hè? Dames en heren, mag ik een dag? Als ik geen telefoons krijg, dan is het ook nog eventjes. Dames en heren, mag ik een dag applaus voor Roy Donders? Thuis na een rit van 2 uur en 3 kwartier. Het was zo druk op de weg. Maar goed, ik ben net langs de frietent gereden. Miet is lekker biefstuk aan bakken, champignonnetjes. En de hondjes zijn weer nieuw. Kijk dan. Lola, Vivi, komt. Oh, die zijn aan het eten, pap. Zit die hond niet ver te pesten? Kom. Nee. Kom. Lola. Kijk dan. Oh, het is helemaal weer nieuw. Ja. Dus nou, onze dag zit er weer op. Gewerkt, honden naar de kapper, eten. Ons weekend kan beginnen. Klaar. Nou, de spotjes zijn kapot. Licht is ook donker. Nee, die heb ik uitgezet. Er zijn een paar spotjes kapot. En die moet ik even gaan vervangen. Kijk. Zit Mies al, ja, ik denk pas een half jaar over te zeuren, denk ik. Zoiets of niet, schat? Dus eindelijk? Een half jaar of zo. Ik heb je al opgezet. Nou, dus ik heb ze nou eraf uitgehaald. Dan gaan we even naar de winkel, nieuwe spotjes halen. En even de spotjes vervangen. Hey! Nou, hier hebben we Lola, die kennen jullie, hè? Lola die heeft een vochtbult. En we zijn er een keer mee naar de dierenarts geweest. Toen heeft de dierenarts voorgedaan hoe je dat moet doen. En vanaf die tijd doen we het eigenlijk zelf, schat. Ja. En dat gaat eigenlijk goed. Dus ze heeft hier een bult. Kijk, hier. Kijk, hier. Een hele grote bult, zie je? En die gaan we even uit, ja, hoe moet ik het zeggen? Uitzuigen met de naald. Klinkt allemaal heel eng, maar het valt allemaal wel mee. Nou, het is weer goed gelukt. Dit is er dus allemaal uitgekomen, hè? Allemaal vocht. Echt vies, hè? Kijk. Vandaag opnames. We gaan quotejes opnemen. En dan hoor ik jullie denken, quotejes, wat zijn quotejes? Nou, we krijgen natuurlijk een nieuwe serie op TLC. En ja, om zeg maar... Je weet wel, als je een serie kijkt, zie je toch soms wel eens van die stukjes tussendoor... dat mensen voor een scherm zitten, alleen of met z'n tweeën. En dan bepaalde... anekdotes vertellen of grapjes vertellen. Nou, dat is quote. Tenminste, dat noemen wij quote. Kijk, Mies zit al in de make-up. Ik zit nog niet in de make-up. In de make-up stoel dan. Mijn gezicht is wel al gedaan. Mijn haar nog niet. Maar dat ga ik zo zelf even doen. En dan gaan we vanmiddag lekker quote. Kijk, ik heb blauw aan. Mies heeft blauw aan. We zijn lekker gematcht vandaag. Dus pap en mam moeten ook. En ons Rian. Dus ik ga jullie straks even meenemen op de set. En dan ga ik jullie wel laten zien. Oh, kun je dan die praatjes maken?
Zet er zin in. Wil je ook quoten, Lola? Lola, wil je ook quotes opnemen? Ja? Ja? Leuk, hè? Is niet goed, hoor. We zijn er klaar voor, hoor. Mies zit helemaal in de make-up en ik. Kijk, hier gaat het dan gebeuren vanmiddag. Daar gaan we zitten. Pap zit al klaar, dus alvast even aan het proef zitten. Nou, we gaan er een leuke middag van maken. Zitten we dan? Heb je er zin in, schat? Zoals altijd. Kijk eens hoe knap ze is. Is toch hartstikke mooi zo? Ik vind het, ja, ik vind het heel leuk, ja. Nog anderhalve week, hè? Kijk hier. Hoe knap nog. Hoe kan het nou, hè? Hou nou toch eens gewoon op. Probeer even vervelend, zeg. Nou, waar gaan we vandaag doen, schat? Wat gaan we vandaag doen? Ik ga jou de hele dag... Terroriseren. Terroriseren. Nee, we gaan quotes opnemen. En ja, voor de serie dan, heb ik al verteld. En dat doen we dus zo, hier op de bank. Leuk. Gezellig. Met z'n tweeën. Lekker tegen elkaar. Lekker warm. Kijk, en dan, gaan we, en dan zijn we daar zo aan het filmen. En dan moeten we vragen beantwoorden. En daar staat nog een hele crew. Ja, jullie denken altijd wel van, oh, stelt niks voor. Maar er komt heel veel bij kijken, zie je wel. Nou, wij gaan snel quoten, want dan, ja, dan zit het erop, hè. Al 4 afleveringen af. Echt heel goed. En dan bijna de bevalling, jongens. Anderhalve week. Oh, dan is Mies weer plat. Ja, dat is wel te hopen, maar... Ja, afwachten is maar afwachten. Tuurlijk wel, tuurlijk wel. Nou, wij gaan even quoten, lieve mensen. En tot snel. Kijk, en daar hebben we Ferret. Die moet heel de middag rustig houden. Waar we op zijn pap, anders gaat ze heel zitten blaffen en doen. Die is zo vervelend, die hond. En als ze mag likken, dan is het goed. Kijk dan. Dan is ze stil. Ja, ik denk het wel. Ze staat erop. We gaan ons nou even omkleden. Andere outfits aan. En dan gaan we door met aflevering... 4. Papa is klaar. Mama moet nog heel even. Even alles weer ombouwen. Ja, ik had filet besteld, maar jij hebt ik iemand anders allemaal op. Ik kon dat niet bij jou. Wat? Filet jacquereur. Oh. Schrian is er ook al. Hallo. Hallo. Heb je er zin in? Nee. Hou slaap. Laat me houden. Ja. Klopt gezegd. Een gehaktbal? Een gehaktbal? Oh, er ligt nog een gehaktbal in de ijskast. Nou, dat is wel lekker. Met uitjes? Oh, lekker. Nou, ja, valt lekker in gehaktbal. Net wakker en pak een gehaktbal. Kijk eens. Hallo. Hallo. Ik heb net een lege mop gedaan, hè? Nee. Echt een min. Ik wou even een filmpje. Hier moeten we even achterweg, voordat ik een trap krijg. Nou, dus hier zijn wij 3 keer in de week. Lekker aan het paard rijden. Joehoe. Op de manege. Leuk, hè, Bibi? Ja, nou, kijk, die gaat de stal in. Zo. Heb Bibi net opgereken. Kijk, deze gaat hem met zijn lippen op en neer. Kom eens hier. Ja. Kijk dan. Maar dit vindt ze goed. Kribbelen. Dit is Muis. Die noemen wij Ior. Dat is heel grappig. Nou, dit is de Benege. Nou, deze is niet de Benege, maar dit zijn de stallen. Ik ga jullie ook nog wel een keer een les laten zien. Maar voor nu was dit het. Het is bijna zover. Wij kunnen bijna beschuit met muisjes gaan eten. Nog iets meer dan een week en dan zal een kleine prinsesje geboren worden. En wij zijn thuis natuurlijk al helemaal klaar ervoor. Kinderwagen, maxi cozy, de box, kinderkamer. Alles is binnen en klaar en hangt en staat. En ja, dat wil ik eigenlijk heel graag met jullie gaan delen. Ja, en jullie daar ook wel heel benieuwd naar zijn. We gaan beginnen met de box. Ik vind hem fantastisch. Ja, en Michelle, die heeft het er heel de dag over de box. Die vindt hem zo geweldig. Nou, dit is de box, lieve mensen. Het is ja, een beetje een landelijke box, zoals je ziet. Ja, we hebben eigenlijk helemaal een box aankleding laten maken. Eigenlijk is dit allemaal met de hand gemaakt. Vroezeltjes, roezeltjes. Die mevrouw die het heeft gemaakt, ja, die maakt er echt een heel kunstwerk van. Dus ze kleedt echt de beertjes helemaal aan. Zie je helemaal in dezelfde stijl. En dit is een slaapzakje. Die is ook prachtig. Kijk dan, hoe mooi. Hier kan ze in liggen, zo. En hierboven hebben we nog een muziekdoos. Kijk, hoe schattig. En die hemel is ook fantastisch, hè. Die loopt ook helemaal door op de grond. We hebben ze hier van die rokken aangemaakt. Mooie grote strikken. Heel dik matras. Heel dik, want ja... natuurlijk wel lekker liggen. Dus ja, wij zijn hier echt heel blij mee. Het is natuurlijk ook een pronkstuk in je huis. En ja, de box staat gewoon een tijdje in je huiskamer. Dus wij vonden het gewoon belangrijk dat die gewoon heel mooi is.
Nou, en ik kan jullie vertellen, hij is prachtig. Kijk eens hier. Dit is ons Maxi Cosi Annex kinderstoel. Dat is tegenwoordig allemaal heel handig, want je hebt ook zo'n klikding. Die kun je in de auto vastmaken en dan klik je de Maxi Cosi zo in. Ja, het is wel extravagant, hè. Het is een mooi glittertje zit erin, goud lurex. Het is een lekker tweedstofje. Het is een beetje Chanel-achtig, hè. En dit is het pronkstuk, onze kinderwagen. Kijk hier. Die hebben ook helemaal, eigenlijk alles van hetzelfde. Dus dezelfde luiertas, we hebben nog een parapluutje. We hebben dus gekozen voor een beetje zo'n ouderwets klassiek model. Dus eigenlijk van vroeger. Met van die koetswielen. En ja, dit tweedstofje. Ja, ik vind het geweldig. Het is echt een eyecatcher. Ja, ik denk dat we heel veel op straat aangesproken gaan worden. En ik moet er toch aan geloven. Ik moet achter een roze kinderwagen gaan lopen. Dit is eigenlijk een nestje. Een nisje. Of nestje, ik weet niet hoe je het noemt. Kijk, een slaapnestje. Die leggen we straks op de bank. Met een heerlijk dekentje, ook weer met die konijntjes. Maar dan deze keer in het beige, omdat dat mooi bij onze slaapkamer past. En vroezeltjes. En wij hebben op onze slaapkamer ook een heel mooi wiegje, een klein ledikantje. Met prachtige aankleding, ook zelf laten maken. Hebben we trouwens gehad van mijn schoonmoeder, echt super mooi. We zijn er ook heel blij mee. Kijk hier, die is toch ook te schattig. Sleeping baby, echt heel mooi. En dan hebben we ook nog zo'n kussen bij. Die gaat er overigens wel uit als de baby er is. Want ja, dat is niet echt, het ligt niet echt heel fijn. En hier, ja, hier zal ze de eerste maandjes gaan slapen. Nu komt natuurlijk het moment waar jullie denk ik allemaal ja, heel benieuwd naar zijn. De babykamer van ons prinsesje. Ja, hij is echt super mooi. Roze met wit. Dat hadden jullie denk ik ook niet anders verwacht. En ja, ik ga het stap voor stap laten zien. Dit is de commode. Daar zijn we echt heel blij mee. Aankleedkussen helemaal met kant en roezels. Roze met crème natuurlijk en een mooi mandje. Dit is de commode, kijk. Een beetje champagne zilver met allemaal krullen. We hebben hele mooie knoppen. Helemaal vol met steentjes. Dit is het bedje. Kijk hier. Oh. Wow. Ja, dit vinden we echt geweldig. Mooie strikken voorop. Ook weer in dezelfde... stofjes, mooie hemel. We hebben hier nog een kussentje laten maken. In de vorm van een hartje met dezelfde strik. En natuurlijk een mooie grote teddybeer met ook weer een strik. Dit is toch echt fantastisch. Lekker koninklijk, heerlijk. Hier houden wij van. En dan hebben we hier de kledingkast. Die is ook helemaal champagne. Met ook met ja, de roze steentjes knoppen. En we hebben ook nog bij passende gordijnen laten maken. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar ja, die zijn dus ook van dezelfde stof. En we hebben ook dezelfde lamp. Kijk. Ja, dit is toch te schattig. Ja, we zijn er echt heel blij mee. Het is echt een prachtige kamer. Ik weet niet of ik het zo heel goed in beeld breng voor jullie. Maar hij is echt prachtig. Ik ga jullie ook wat kleertjes laten zien. Dan weten jullie een beetje wat onze stijl is. Nou, we hebben dus al heel veel zoals jullie zien. En dit is alleen maar maat 50. 56. En nog één maat groter volgens mij. En de rest van de maten ligt allemaal al onder in de la. Dus we hebben echt al zoveel kleren. En echt allemaal heel mooi. Dit is het allerkleinste pakje wat we hebben. Kijk, een heel schattig rokje met een haarbandje. En dan zit er ook een bijpassend rompertje bij. Kijk dan. Hoe leuk. Is toch te schattig. Ja, ik ben helemaal fan van Burberry natuurlijk. Dus er moest iets van Burberry in de kast hangen. En verder hebben we echt ja, heel veel vroezeldingetjes allemaal. Kijk, met vroezeltjes en kantjes. Echt zo leuk allemaal. Dit is nog een pakje van Bos. Die heeft Bibi gekocht voor de baby. Die wilde ook heel graag iets kopen. Snap ik ook. Oh, kijk dan hoe schattig die strikjes hier. Ja, ik kan zo nog wel uren doorgaan. Kijk, dit is alvast voor Pasen. Hoe leuk. Oh, je bent toch helemaal blij van. Ja, ik wel tenminste. En dit is ook heel schattig. Echt heel leuk. We hebben nog meer.
Ja, hebben we niet, kun je eigenlijk beter zeggen. Ja. We hebben echt al zoveel kleren, dat is niet normaal. Maar goed, begint eraan natuurlijk. Hè. Je begint met kopen. En dan denk je van, oh ja, we kopen in iedere maat 10 pakjes. Want ja, je weet niet hoe snel ze groeit. Maar ja, voor een meisje is het gewoon heel moeilijk, omdat ze heel veel leuke dingen hebben. Dus ja, nu komt ze volgende week. En nu hebben we, ja, we hebben zoveel kleren. Ik hoop dat ze het allemaal aan kan. Maar ja, en anders wordt het maar gewoon 2 keer per dag verkleden. Hè? Want ja, het is toch zonde als ze het niet aan heeft gehad natuurlijk. Ga ik jullie nog even wat schoentjes laten zien. Die vind ik ook heel leuk. Kijk nou, hoe schattig. Die kan ze nog niet aan in het begin hoor. Maar ik wil ze toch even laten zien. We hebben ook al een heel leuk badpakje, een bikinietje voor de zomer. Kijk dan, dit is de achterkant. Dit is de voorkant. En het broekje. Het is toch gewoon te schattig, of niet? Kijk, hier ligt dus allemaal al kleding voor over een half jaar. En ik wil wel echt even iets aan jullie laten zien, want... Oh nee, het ligt er niet. Ik kan het niet laten zien. Maakt niet uit. Ik hoop dat jullie een beetje een inkijkje hebben gehad van waar wij van houden en wat de stijl is en... Ja, ik hoop ook dat jullie het mooi vinden. Ja, wij zijn er in ieder geval heel erg blij mee. En ja, volgende week komt de kleine. Dus ik zou zeggen, hou alles in de gaten. En dan kunnen jullie ze heel snel gaan bewonderen. Leuk dat jullie allemaal weer hebben gekeken natuurlijk naar deze aflevering van Oost-West Thuis Best. Ik zou zeggen, duimpje omhoog. Abonneren. Zeg het tegen iedereen. En de volgende aflevering, dan is de baby er. Zijn jullie ook zo zenuwachtig? Wij wel. We hebben er zin in. Tot over 2 weken. Houdoe! Dat het zo mooi kan zijn.